Boer. Ik versta niet waarom de mensen zo blijven ploeteren. Daar, Sliedres bijvoorbeeld, is zo krom als een hak. Hij heeft al 6, 7 huizen op het dorp. Zou hij anders moeten doen? Van profiteren onder Ju. Louis. Ja, vader? Moet je niet voor de paarden zorgen? Geef ons een kus. Pas op. Je hebt altijd een beest met mij gespeeld. Alsof ik uw meid was. Niet meer of niet minder dan schellebellen. Die moer zit los, hoort je dat niet? En alleen maar de duivel helpen, dat kunt je wel, hè? Voor wie was u zo schoon? Voor wie prijst je? Voor Octave. Mis. Voor Ivo? Mis. Nog een keer. Doe je best. Voor mij? Vind je niet dat het een moment is, vader? Zouden we die kouter niet moeten opentrekken? Dan is ons vlas binnen een week gezaaid. Al die vrachtbieten voor de koeienstal. Maar hij speelt geen paas. Gebruik je verstand. Zorg dat je hem involgt. Kon ik liever nog een beetje met uw schone zoon? Zou het willen dat hij mijn plaats hier inneemt, hè? Ik weet het wel. Een meisje dat op hem verliefd zou zijn? Die moet heel ongelukkig zijn. Ja, dat is waar. Zeer ongelukkig. Zijt ge blind, wijf. Hij moet serieuze verkering krijgen. Anders blijft hij hangen aan dat schandaal van een melkmeid. Hij dankt onze schenker voor alle bezoek. Hij dankt onze schenker voor alle bezoek. Je bent toch niet benauwd voor mij, zeker? Ik? Nee. Louis, kom mee! Gerard, onze oudste, was eens op een dag paling aan het peuren. Hij smijt zijn haak in de modder en hij krijgt hem er niet meer uit. Hij trekt en hij trekt.